Hallo, Ali live hier bij Punch Out. Net de halve finale. Fucking classic. Echt serieus. Fucking classic. Nick Veen tegen Jeeves. Allereerst laat even de shirt zien. Foto's van Jeeves. Gruwelijk. Ja, ik gooi die altijd in de groepschat toch? Om iedereen te irriteren. Dus hij heeft ze allemaal. Hij heeft ze wel bewaard. Dat vind ik echt een eer, man. Sterk. Alright. Ja, Nick Veen. Ik zeg eerlijk, voordat de achtste finale is begonnen. Ik vond je dope. Gewoon dat was het. Ik vond je dope. Maar nu, je bent een titelkandidaat, je bent zo fucking gruwelijk geworden. Waar is die Super Saiyan-modus aangekomen? Ja, ten eerste, ik kreeg altijd auditant of ik heb altijd auditant of nieuweling aangenomen. En daar is gewoon weinig over te zeggen. Dit is de eerste keer dat ik echt een veteraan heb gebattled en ja, dat zie je ook terug in de performance. Je zegt het zelf ook. Ja, je gebruikt het als engel, nu zeg je het zelf ook. Er is niks anders over je te zeggen dan dat je een veteraan bent. Dat is alles. Ja, we moeten even doorgaan. Oké, ja, gruwelijk. Het zal ook niet de enige keer zijn dat je veteraan gaat treffen. Of je nou de finale haalt of niet. Ik denk deze Nick Veen, zeker als je straks nog naar Super Saiyan 2 en 3 gaat, dat je misschien ook wel een titelkandidaat voor het volgende seizoen en het seizoen daarop bent. Echt fucking gruwelijk gedaan. Jeez, hoe ging het voor jou? Good, man. Ja? Vertel, wat ging er mis? Ik had bars die niet goed gingen, die had ik echt goed geoefend. En nu juist de bar die altijd goed ging, had ik een beetje over het hoofd gezien waardoor ik hem opkomt. Nou ja, vorige keer wist je hem te herstellen, maar dit kunnen we wel een beetje aanschrijven als eerste joke. Het is wel zo dat ik gewoon de rest van de ronde wel crowd pak. En de rest ging lekker, dus misschien dat die choke minder erg was dan iemand die meteen zijn hele ronde moi is. Weet je. Dat het te overzien is, dat het niet de battle echt benadeelt, maar het is zonde. Ja. Nou ja, los van wat je niet goed vond gaan, het was wel weer echt gewoon jeez, weet je. Iedereen was fucking enthousiast over je, iedereen zat te lachen, iedereen was hyped als een malle. Dus het was aan de andere kant wat goed ging, ging ook wel echt gruwelijk. Ja, maar het punt is, Nick en ik zijn super cool. En ik... Wat Nick zegt, hij heeft vaak tegenstanders gehad waar hij niet gemotiveerd was. Ik gunde hem ook die dope battle. En ik wou die shit, hij vond mijn battle tegen Krop heel dope. Dus ik ging ook weer een beetje die pipe als tegen Krop voor Nick puur. En hij extra zijn best tegen mij. Dat is ook weer een soort van onderling respect. Snap jullie weten elkaar ook naar boven te pushen, zeg. Dat is het. Daarom was ik hype voor die battle. Alright. Dan kan er nog een gruwelijke battle aankomen. Ik zie hier Mitch, ik zie Giant. Als we doorgaan naar de finale, wie zou je willen treffen? Maakt me niet uit, man. Maakt me echt niet uit. Ja, kom op. Ik heb echt geen voorkeur. Echt niet? Ik zou allebei nog een keer, ik vind van de nieuwe boys, nieuw Giant en Mitch, allebei in de top zitten. Ik zou allebei wel graag. Laten we het zo zeggen, stel ik ben naar de finale en ik battle Mitch of ik battle Giant, zou ik sowieso nog wel een keer tegen de ander willen. Oké, Nick Veen. Er is gewoon een kans dat jij in de finale van Punch Out Battle staat. En er is ook een kans dat jij de titel mee gaat nemen. Tegen wie zou je dat willen doen? Ja, lijkt me duidelijk. Ik vind ze allebei dood, maar in de finale tegen Mitch zou gewoon ja, fucking vet zijn. Ook gewoon vet zijn. Zeker. Ook Matt zonder vraag. Iemand tikt mij aan. Waar is Milman? Fuck yeah. Nog heel even, Milman wil erbij. Dan gaan we deze afsluiten. Allereerst wil ik zeggen, straks om 7 uur deze battle. Fucking classic. Straks. Nick Veen, Super Saiyan modus. Milman, waar ben je? Milman.